Welkom bij het historisch spektakel Graven 2024. Met kalveniers, piekeniers en een heleboel gespuis. Nu ga ik snijden. Uitschroeiend, Henk! In de middeleeuwen waren er ook al tekenaars en de veldslagen die moesten verslagen worden. En er werden tekeningen van gemaakt hoe die veldslagen plaatsvonden. En er waren ook al bards, noemden ze die, een soort troubadours, en die deden ook tekenen. Die maakten ook spotprenten van bijvoorbeeld Willem van Oranje of andere belangrijke figuren. In principe waren de dames op het kampement, maar mochten er veel slachtoffers vallen, dan deden de vrouwen wel eens de wapens overnemen. Ja. Nou, we zijn nou de musketten aan het schoonmaken. Er zitten allemaal kruidresten in, een soort hoed, net als in de schoorsteen, zeg maar. Dus na elk optreden moeten wij die helemaal schoonmaken met kokend water. Je merkt tegenwoordig dat, zoals nu ook hier in Graven, dat heel veel ouderen en ook best wel wat jonger publiek komt met kinderen. Maar de jeugd en de toekomst, zal ik maar zeggen, interesseert zich heel weinig nog voor geschiedenis. En wij proberen als groepen zijnde, proberen we die geschiedenis over te dragen van wat er vroeger allemaal gebeurd is. Het is historie en het is cultuur. We zijn gewend aan een elektrische inductieplaat, maar dit is nog gewoon het echte werk. En dan smaakt het niet altijd lekker, maar dat maakt niet uit. Na een hard dag hard werken, lopen met een harnas, dan smaakt alles. Eigenlijk dronk je al heel vaak gewoon wel bier of wat er ook, maar meer Lingens Blond. Want ja, water was vaak vervuild, dus je ging wel kokend water drinken. Tenminste, of wat water wat gekookt was. En dan zeggen ze wel eens van ja, ze dronken niet allemaal bier. Maar ja, het moest wel iets zijn met een smaakje en gezuiverd water zijn. Het roken zelf is natuurlijk eeuwen oud. Wordt al jarenlang op dezelfde wijze gedaan. Nu hebben wij natuurlijk een moderne opstelling. Vroeger zouden ze om een keuken zouden ze leraar koeienhuiden hebben gehangen, zodat de rook daar ingevangen blijft. Ach, beste man, ik weet niet of al het verhaal over misdaad klopt, maar het lijkt me verstandig als u de rest ook de grond in stopt. Mocht u dan onderweg iets gebeuren, dan hebt u geen verlies van bezit te betreuren. Je kunt uw vuile was brengen, wij doen alles. Dus dan moeten we hier staan aan de volgende zetten. Pisbroeken, poepbroeken, schone was, vuile was, halve was, hele was. Ja. Dan hebben we nog een ander leuk nieuwtje. Meneer Leo Burgers maakt heel veel reclame voor zijn Maaswater. Nou, dat gaan wij dus nu ook doen. Wij hebben nieuw in het assortiment onze heerlijke Graafse Maaswater wasverzachter. En om de boel een beetje lekker fris te laten ruiken, vooral ons rozenwater. Ook van de Maaswater. We hopen op veel vuile was en vooral heerlijke poeproeken. Ja, ja, en ja, u ziet wel, als kerel heb je niet veel te vertellen, daar heb ik dan mijn vrouw voor. Dus ja. Allemaal een prettige dag nog. Ik speel op de gemshoorn, een soort fluit. En ja, als je doet dat met spelen, zoals ik deed, dan kan je dat redelijk snel leren. Zodra het 1 april is, dan mogen we weer los. De muziek die we spelen, die was al in de middeleeuwen bekend. Een trommel is een trommel, maar een trommel heeft ook wel een evolutie doorgemaakt. Vroeger was het natuurlijk gewoon een holle boomstam. En toen gingen ze op een gegeven moment dierenhuiden eroverheen spannen. En het werd steeds mooier. En nou ja, dat weet ik natuurlijk nog lang niet, maar pas in de 20e eeuw ongeveer zijn ze ook trommels bij elkaar gaan zetten, dat je hele drumstelling krijgt en zo. Kom maar eens even hier! We zijn hier allemaal naar bezien. Dat is onze Hannes, dat is onze pooier. Wat is het hier? Dit is In de Lichte Kooi, voor alle pleziertjes, dag en nacht. Wij zijn altijd open. U heeft ook interesse? Hebben jullie niet jeugd? Zeg het niet zoveel, hè? Oud, maar niet. Versleten! Lessen, lekkere lessen! Kijk een beetje zo, die. Hè, dat doet wonder, hè? Komt helemaal goed! Ho! Oh, denk eraan, het geld werd hier op het rapen. Kom eens, kusje! Kom! Kusje!
En de vrouw is met mij 4 meter. Ik heb het. En jij jou dan? Ik heb hier dubbel kaart. Dat is geen zo'n mooie jurk. Ja, kom weer mee. Die heb ik. Hebben we nog een jurkje liggen van mevrouw? Als ik ga zwaard vechten met kinderen, dan denken ze dat er nooit wat gebeurt. Want ja, ze zijn toch allemaal helden en zo, weet je wel. Maar ze kunnen gewoon ook een tikje verwachten. En bij mij is de regel, je mag wel huilen, maar je mag niet stoppen. En er zijn wel kinderen die moeten dan heel hard huilen omdat ze een tik hebben gekregen, omdat het niet lukt. Zo, weet je wel, zoals kindjes echt kunnen huilen. En dan zeg ik, hier komen, ophouden. Ga achteraan sluiten in de rij en als je vooraan staat, dan ga je doorvechten. En er was inderdaad een kindje en die moest huilen, stond achter in de rij, kwam die ervoor zo en dan ging hij weer doorvechten. En toen later kwam hij bij zijn vader, papa, dit was het mooiste van mijn leven, zo, joh, zoiets. Een hele mooie, hij was helemaal vergeten dat hij ooit echt aan het janken was. Hij was weer gewoon helemaal upskate mannetje en doorgaan. Fijn dat u hier bent. Fijn dat u getuige zult zijn van mijn overwinning. Overwinning die vandaag zal plaatsvinden, ja. Kom kijken. Bonjour, monsieur. Comment ça va? Kijk, ik ben de gemillie en vandaag is het de dag dat ik deze stad na 2-3 maanden strijd ga verlaten. Ik heb geprobeerd met de Franse troepen hier stand te houden. Maar uiteindelijk moet ik tot de conclusie komen dat tegen een overmacht van 20.000 Staatse soldaten dat ik het loodje moet leggen en ik heb me overgegeven. Op de tweede dag van het spektakel gaan we om rond de klok van 4 de veldslag naspelen. Een veldslag aan de Loswal waarbij de Staatse troepen de Fransen de stad uit gaan jagen. Dat stukje spelen we na en daarbij wordt het akkoord getekend door de veldheer Van Rabenhout, de Chamilly en natuurlijk de stadhouder van de stad Graven. Ja, we zijn daar. Maar ze hebben dus toch wel om een kist een wijn die hier in het stal dat ergens in de stad. Hoe moet je een ijs? Dank u. En de Fransen zouden kunnen vertrekken met 24 stukken geschut. Een generaal pardon voor alle overlopers. Alle officieren die hoeven geen rekenschap te geven aan zijn hoogheid. En wij hebben een akkoord. En het akkoord is gesloten. En de vrouw hier is heel aardig. Het is historie, het is cultuur. Mensen ontmoeten elkaar, mensen komen samen in een
fijne atmosfeer. Het onderscheid wat Graven maakt, is dat het hele centrum daarin meewerkt. Jongens, chapeau voor Graven. Ja, dit is een evenement wat niet meer weg te denken is uit het Land van Kuik. Voor mij persoonlijk was het een heel bevredigend moment. Op het moment dat je al die mensen aan de losval ziet. Je ziet die kinderen met een dikke glimlach kijken naar de kanonschoten met de vingers in de oren. Hun papa en mama aankijken van, oh, daar wil ik ook bij zijn, bij horen. En voor mij persoonlijk is het vooral een moment dat je het voor elkaar krijgt om een groot spektakel te organiseren met zoveel mensen en dat het ook lukt.